In Heumensoord wordt hard gewerkt aan de opbouw van het zogenoemde Kamp Heumensoord. Tijdens de Vierdaagse zullen daar zo'n 6.500 militairen van circa 30 nationaliteiten bivakeren. Op een terrein wordt onder meer een geneeskundig centrum en een post voor de marechaussee en brandweer gebouwd. En natuurlijk komt er een hele grote eetzaal.